Oefen Je Nederlands met Sophie. EHBO. Eerste hulp bij ongevallen. Wat is er gebeurd? De pijn. Hij is gevallen. Zijn elleboog doet pijn. De kniepijn. Hij is gevallen. Zijn knie doet pijn. Hij heeft kniepijn. Het schrammetje. Ze heeft een schrammetje op haar neus. Ze heeft een schram op haar been. De schram. De schaafwonde. Hij is gevallen bij het lopen. Hij heeft een schaafwonde. De verstuiking. Hij is gevallen. Hij heeft zijn voet verstuikt. De buil. Het meisje heeft haar hoofd gestoten. Ze heeft een buil op haar voorhoofd. De bloedneus. De vrouw heeft een bloedneus. Een verkeersongeval. De fietser is aangereden. Een aanrijding. Zij is van de trap gevallen. De val. De zwelling. Haar voeten zijn gezwollen. Ze staan dik. Ze heeft een zwelling aan haar voet. De kneuzing. Ze heeft haar teen gekneusd. De blauwe plek. Ze heeft haar arm gestoten. Ze heeft een blauwe plek op haar arm. De blauwe plek. Hij heeft een blauwe plek. Zijn oog is gezwollen. De uitslag. Hij heeft uitslag op zijn lichaam. Hij heeft een allergische reactie. De jeuk. Hij heeft jeuk. Hij moet krabben. De bijtwonde. Hij heeft een bijtwonde. Hij is gebeten door een hond. De snee of het sneetje. Hij heeft een snee. Hij heeft zich gesneden aan het papier. De krapwonde. Hij heeft een krapwonde. Hij is gekrapt door zijn kat. Stoute kat. De insectenbeet. Ze heeft een insectenbeet. De allergische reactie. Ze heeft een allergische reactie op de insectenbeet, bijvoorbeeld. De zonnebrand. Ze is verbrand door de zon. Haar rug en schouders zijn verbrand. De brandwonde. Hij heeft een brandwonde. Hij heeft zich verbrand bij het koken. Het kind heeft detergent gedronken. De vergiftiging. De verslikking. Het kind heeft zich verslikt. De brandweerman redt het slachtoffer, de vrouw, uit de brand. Een woning brandt. Huiselijk geweld. Ze wordt mishandeld. Ze is slachtoffer van huiselijk geweld. De EHBO-koffer. In de EHBO-koffer zit heel wat materiaal dat we kunnen gebruiken voor de eerste verzorging. We gaan eens kijken wat we in de EHBO koffer terugvinden. De pleister. Papa plakt een pleister op de wonde. De steriele compressen. Het verband of de windel of de zwachtel het gaasverband het elastisch verband fysiologisch water het ontsmettingsmiddel Ontsmetten. Hij ontsmet de wonde. Afdekken. Dek de wonden af met een gaasje en een verband. Een verband aanbrengen. Een kruisverband, dat is een speciaal verband, aan de voet. Een kruisverband aan de hand. Een scharnierverband. Naaien of hechten. De dokter naait de wonde. De dokter hecht de wonde. De wonde is genaaid. Of de wonde is gehecht. Soms ha je er een litteken aan over. Ze heeft een litteken. Op haar arm. We kijken nog eens naar wat er in de EHBO-koffer zit: het ontsmettingsmiddel, de windel, het fysiologisch serum of het fysiologisch water. het pincet, de pleisters, het gaasverband, de verbandschaar, pijnstillers, de verband tape, de thermometer wat doen deze mensen ze volgen een ehbo opleiding ehbo staat voor eerste hulp Bij. Ongevallen. EHBO. In de EHBO-cursus leer je wat je kan doen om mensen te helpen die in moeilijkheden zijn. Je leert verschillende technieken: de ademhaling controleren. De kinlift, de mond-op-mond-beademing, de hartmassage. Wat is hier gebeurd? Er is een ongeval gebeurd op het werk. De man is bewusteloos. Hij is bewusteloos. Denk eerst aan de veiligheid voor je gaat helpen. Zorg voor de veiligheid van jezelf en anderen. Veiligheid is heel belangrijk. Maak de luchtwegen vrij. Controleer of het slachtoffer ademt. Controleer de ademhaling. Bel de hulpdiensten. Start met de reanimatie als de persoon niet meer ademt. We herhalen nog eens de stappen. Controleer het bewustzijn van het slachtoffer. Schud lichtjes aan zijn schouder, spreek het slachtoffer aan. Reageert het slachtoffer niet meer, is hij bewusteloos, bel de hulpdiensten. Verwittig de hulpdiensten, bel 112. 112. Controleer de ademhaling. Ademt de persoon niet meer begin dan de reanimatie. Geef 30 borstcompressies. Ga door tot de hulpdiensten het overnemen. Ga door tot de ambulance arriveert. Heb jij al een EHBO-opleiding gevolgd? Of ben je van plan dat te doen? Dat is een heel goed idee. Tot de volgende keer.